In deze vierde editie van onze Kinderhuizen-serie brengen wij een bezoek aan Kinderhuiscampagne aan de Willem-Campagnestraat. Het tehuis dat 74 kinderen telt, heeft nog nooit in haar 68-jarig bestaan subsidie van de overheid ontvangen. Het Kinderhuiscampagne wordt draaiende gehouden door donaties en eigen middelen. Hoofdleidster bij Huizencampagne, Nisa Roosblad, zegt dat zij vaker subsidie hebben aangevraagd, maar nooit daarvoor in aanmerking zijn gekomen. Weet u waarom? Ze zeggen we moeten accountant gaan huren. We hebben geen geld voor de account. Amman dat die met mijn brede gedeptie. En we moeten ook zoveel papieren overleggen. We moeten naar de bank uitdraaien gaan zoeken. Maar dat geld kun je wat uitdraaien is al bijna 50. Ik weet niet hoe duur het nu is geworden. We hebben dat geld niet. Dus ik vraag gewoon de overheid om het ietsje makkelijk te maken voor ons om die aanvraag te doen. Want het is te veel. Het is te veel geld uitgeven. We hebben geen geld. Juist wij hebben overheid. Nanga deptien, nou je poot, dan maakt het ietsje makkelijk voor ons dat we subsidie kunnen krijgen. Dat vind ik hoor. Dat vind ik. Helpt ons. We helpen u. Helpt ons ook. Mima leru awa ane wasatrawa. Help maar, geef me iemand om me te helpen om die subsidieaanvraag te doen. Altijd wordt het afgekeurd. Roosblad geeft verder aan dat het tehuis verschillende uitdagingen kent. De overheid komt wel in met huiswerkbegeleiders, waaronder 3 medewerkers vanuit de overheid die elke middag de kinderen begeleiden met huiswerk. Het tehuis heeft echter meer hulp nodig. We hebben hulp nodig voor kinderen die weglopen, kinderen die gek gaan doen. Daar hebben we meer hulp nodig. Oké, en als u een oproep zou moeten doen aan de overheid of de gemeenschap, wat zou het zijn? Voor de overheid zou ik zeggen, laat de president naar de kinderthuizen kijken. Laat u een subsidie geven. Die subsidie kunnen we gebruiken voor de kinderen, is niet voor ons. We doen het voor de kinderen. Dus laat de overheid subsidie geven, dat we meer dingen kunnen doen voor de kinderen. De kinderen zijn de toekomst van morgen. Ondanks de uitdagingen is Roosblad niet ontevreden. Het tehuis heeft 8 medewerkers die belast zijn met de dagelijkse werkzaamheden. Ook de kinderen doen hun best, zegt Roosblad. Met de toevoeging dat het gemiddelde overgangspercentage in het tehuis per jaar 87% is. Roosblad doet ook een beroep op de samenleving om te blijven doneren aan kinderhuizen, omdat donaties de grootste steun vormen voor opvanginstellingen.